Zo, welkom terug allemaal. Vandaag bespreek ik met jullie een aantal zaken, een aantal tips die je kunt gebruiken om te fotograferen bij weinig licht. Als we het hebben over video's die veel kijkers zullen halen en die weinig kijkers zullen halen op basis van het, puur op basis van het onderwerp, dan denk ik dat dit een onderwerp is waar veel mensen naar op zoek zijn. Dus fotograferen bij weinig licht. Tips voor het fotograferen bij weinig licht. Het is zo, fotografie draait rond licht, dus als er weinig licht is, spreekt het voor zich dat het moeilijk is om een technisch goede foto te maken. De uitdaging is dat als je weinig licht hebt, dan moet je werken met lange sluitertijden, waardoor dat je onderwerpen die bewegen, maar ook je eigen lichaam die beweegt, het vasthouden van de camera en dergelijke meer, veroorzaakt onscherpte, bewegingsonscherpte in je beeld, waardoor dat als je een heel extreme situatie kan zijn, dat je gewoon niets niet meer kunt zien, dat je gewoon één vaag hebt van kleuren en dergelijke meer. Er zijn een aantal tips, ik denk in totaal 5 tips. Nu, er is geen specifieke volgorde, alles is afhankelijk van de situatie en van je materiaal en dergelijke meer. Dus afhankelijk daarvan zal één van de 5 tips die ik nu zal geven beter werken dan de andere. De eerste tip gaat eigenlijk, ik heb hier een camera vast. Het is een Nikon D610, een full-frame camera. En ik spreek van full-frame, dat is niet zomaar. Het is zo dat full-frame sensors, die kunnen beter omgaan met, of die kunnen met weinig licht betere resultaten opleveren dan crop sensors en andere kleinere formaten van sensors. Technisch gezien is dat omdat de sensoren, als je een grotere oppervlakte hebt voor je sensor, zijn die sensoren zelf groter en kunnen ze beter licht ontvangen, zijn ze gevoeliger voor licht. Ga je minder snel ruis en dergelijke meer krijgen door te fotograferen met weinig licht. Nu, wat kan je doen met je fototoestel? Je kan je fototoestel de ISO-waarde instellen. Vroeger waren we met film werkten. Als je analoog werkt, dan ga je een film gaan inladen in je camera van ISO 400, ISO 200 bij normale lichtomstandigheden. Heb je weinig licht, dan kan je gaan naar ISO-filmpjes van 800, 1600, 3200 en dergelijke meer. Het is zelfs zo dat je een filmpje van ISO 400 kunt gaan inladen in je toestel en belichten als was het een ISO 800 filmpje. En dan de belichtingen, de ontwikkelingstijden achteraf gaan aanpassen, zodat de belichting alsnog goed eruit komt. Dan had je al meer korrelvorming en dergelijke meer en niet elke film kon daar even goed tegen. Dus je verliest sowieso op dat moment al een klein beetje kwaliteit. Bij sensoren is het eigenlijk juist hetzelfde. Het is zo dat als je ISO-waarde opkrikt, dus normaal fotografeer met ISO 100, 200 en 400 en dergelijke meer. Maar als je de ISO-waarde gaat instellen in 800, 1600, 3200, 6400 en dergelijke meer, dan ga je eigenlijk al je sensor gaan pushen, waardoor dat je op vlak van beeldkwaliteit neveneffecten gaat creëren, zoals ruis en dergelijke. Nu, dat is een eerste optie, je ISO-waarde gaan aanpassen. Een andere optie is je lens, je diafragma volledig gaan openzetten. En dan helpt het als je een lens hebt die een grote maximale opening heeft. De lens gemonteerd op die camera daar heeft een maximale opening van 2,8. Ik lees het hier nu af, is een 35mm lens. Terwijl dit is een 35mm lens met opening 1,4. De lens daar gemonteerd, jullie zien die niet, maar die is ongeveer, als we dit bekijken, dan is die lens, we kunnen de zonnekapper nu nog afhalen. Maar als we dit bekijken, is die lens daar maar half zo groot voor dezelfde brandpuntsafstand. Maar puur omdat de maximale opening daar 2,8 is, waar minder licht doorheen kan, hebben we hier een maximale opening van 1,4, waardoor dat deze opening veel groter is. Dus het gewicht van de lens is ook veel hoger. Maar dat maakt dat als je daar een foto maakt van een diafragma met een diafragma 2,8, kan je diezelfde foto hier maken met diafragma 1,4. En spreekt voor zich, je hebt wel minder scherpte, diepte en dergelijke meer, maar spreekt voor zich dat je dan een snellere sluitertijd kunt gebruiken omdat je veel meer licht binnenlaat in de lens. Nu, een grotere lens, een zwaardere lens, is iets onhandiger in gebruik. Over het algemeen ook wat duurder in aankoop. Maar dus zeker een mogelijkheid om naar lichtsterke lenzen te grijpen. Een andere optie, die niet veel geld kost, is een statief. En een statief stelt u in staat om uw camera in gelijk welke positie op te stellen, zonder dat die kan bewegen. Je kan afdrukken met door de ontspanner in te drukken of zelf door de zelfontspanner te gebruiken om ook niet die trilling van het afdrukken te hebben. En dan kun je zo je foto gaan maken met heel trage sluitertijden, zoals een seconde en dergelijke meer. Maar, let wel, een seconde, dat betekent dat je onderwerp ook niet mag bewegen. Dus een statief helpt in het geval dat je onderwerp niet beweegt.
Dus voor statische onderwerpen zoals landschappen en dergelijke meer. Terwijl voor optredens en donkere kroegen en dergelijke zal een statief niet veel helpen omdat uw onderwerp alsnog aan het bewegen is. Als we het hebben over donkere kroegen, dan denk ik aan een andere tip, namelijk in sommige situaties is het zo dat je, en dat is eigenlijk al de vierde tip zitten we ondertussen, dus in sommige situaties is het zo dat een onderbelicht beeld, een bewust onderbelicht beeld, geen kwaad kan. Bijvoorbeeld in een donkere kroeg kan het zijn dat je je foto bewust onderbelicht om die donkere sfeer in beeld te brengen. En dan win je alweer een klein beetje omdat je aan het onderbelichten bent. Nu, dat kan in bepaalde situaties. In andere situaties is dat weer niet toelaatbaar, dus dat hangt volledig af van de situatie. Maar dat kan een tip zijn. En dan kom ik bij de laatste tip, als we het hebben over onderbelichten. Het is ook zo, als je JPEG-formaat gebruikt, dus heel gemakkelijk in gebruik, in die zin dat een JPEG-formaat is vrij klein bestand, kun je gemakkelijk overzetten tussen fototoestel en computer, of kun je gemakkelijk delen rechtstreeks op sociale media en dergelijke meer. Maar het grote nadeel van een JPEG is dat een JPEG-bestand eigenlijk al een bewerking is van uw foto die gemaakt werd door de sensor. En de bewerking gebeurt door de beeldprocessor in uw camera. Dus je zal de sensor het beeld vastleggen en vervolgens met de beeldprocessor het beeld gaan verwerken naar een JPEG. Dus dat betekent dat als jij op dat moment in die donkere kroeg een donkere foto een klein beetje aan het onderbelichten was, dan zal de computer in deze camera dat ontdekken en zal die proberen van dat beeld alsnog correct belicht of min of meer zo goed mogelijk belicht toch nog als JPEG op te slaan. Dus dan ben je eigenlijk die bewuste onderbelichting een klein beetje aan het verliezen. En de enige manier daaromheen is werken in RAW-formaat. En RAW-formaat, dat betekent dat je eigenlijk je foto van je sensor zo goed als rechtstreeks opslaat, zonder dat je de beeldprocessor die laat omzetten naar een JPEG-formaat. De nadelen daarvan zijn voor de hand liggend in die zin dat het RAW-bestand is veel groter, dus de overzetting van dat bestand naar de computer zal langer duren. Plus, eens dat bestand op de computer of op je telefoon of wat dan ook terechtkomt, dan kan je die niet zomaar op sociale media gaan delen. Dan moet je die eerst zelf gaan ontwikkelen naar een JPEG-bestand. Met Lightroom bijvoorbeeld of een ander beeldbewerkingsprogramma. Maar omdat jij die bewerking zelf uitvoert, kun je wel heel bewust die onderbelichting bijvoorbeeld gaan respecteren en alsnog je JPEG-bestand ook een klein beetje onderbelicht gaan ontwikkelen. Of je kan ook perfect bijvoorbeeld bepaalde delen van je foto gaan aanpassen en andere delen niet gaan aanpassen. Je kan heel specifiek bewerkingen uitvoeren waarbij je niet alleen technisch alles correct zet, of alles naar, want dat is eigenlijk wat je camera doet, technisch zo goed mogelijk werk afleveren. Maar jij kan ook nog eens naast je technische kwaliteit ook nog eens gevoelsmatig te werk gaan in de zin van oké, dat is een donkere sfeer, daar kunnen we wel een klein beetje onder gaan belichten. En daarmee heb ik denk ik alles gezegd. Dus we hebben een vijftal tips gegeven rond werken met weinig licht. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.